is aardgas relatief schoon. Komt bij lesmateriaal voor kinderen van de NAM, waar Shell aandeelhouder is. Shell moet met zijn tentakels van het onderwijs blijven. Ook weet je dat aardgas heel veelzijdig is en een deel van de oplossing van het klimaatprobleem. Shell moet met zijn tentakels uit het onderwijs blijven. Shell haalde samen met Exxon een 500 miljard winst uit de NAM en treedt eigenlijk op als de sigarettenboeren die al weten wat de schade is, maar desondanks gewoon doorgaan. En Shell mag zich met het onderwijs bemoeien. Dat vindt de overheid ook. Dat vindt de overheid ook. Ongelooflijk. En dat kan zij vinden omdat ze een convenant sluiten. Een convenant met bedrijfsleven, met onderwijs en met de overheid. En dat convenant regelt dat het allemaal binnen de perken blijft. Wij weten inmiddels, en dat weten veel Kamerleden ook, en we hebben er vragen over gesteld, dat dat onzin is, dat het convenant tandeloos is. Shell moet met zijn tentakels van het onderwijs blijven. En hoe groter de invloed van Shell is, hoe langer het duurt voordat de transitie een feit is. Shell leidt de kinderen van nu op voor een baan in de toekomst, voor een baan uit het verleden. Shell moet met zijn tentakels uit het onderwijs blijven. Yes! Oké. Ze boekte 3,6 miljard winst afgelopen kwartaal. 3,6 miljard winst. Minder dan 1% gaat naar de duurzame energietransitie. Het is een schande. Het is een schande.